Lekker eten op een kleedje en genieten van activiteiten. Dat was afgelopen zaterdag mogelijk bij de wijkpicknick die voor de derde keer in Crispijn werd gehouden. Het idee is om wijkbewoners die al activiteiten doen, die op een laagdrempelige manier hun ding te laten zien. En vooral partijen die actief zijn in de wijk met elkaar ook te verbinden. En een leuke activiteit voor de kinderen, die niks kosten. Yo, het is gewoon leuk, dat zie je hier ook, gewoon gezellige dingen doen zonder dat het veel geld kost. Want laten we wel wezen, Crispijn is toch een beetje een arme wijk. Uit de straat Kubus kwam toch weer naar voren dat er natuurlijk ook heel veel kinderen al langdurig ook in die armoede zitten. Dus dat er eigenlijk weinig geld is voor leuke dingen. Dit jaar kunnen bewoners deelnemen aan nieuwe activiteiten en is er zelfs een reuze picknickkleed aanwezig. We hebben Sjaak, de tuinman, die heeft een project om de verwaarloosde tuintjes in de wijk van mensen die het niet zelf kunnen op te knappen. Tweedehands kleding, waar het geld naar de kinderclub gaat. De mannengroep, dat is eigenlijk wel iets nieuws. Een mannengroep die hier wekelijks wandelt in het park. Ja, dat is eigenlijk te veel om op te noemen. Ik vergeet nu wat mensen, maar ik kan het niet allemaal zelf uitvoeren. Ik heb natuurlijk prima ideeën, maar net als dit is heel leuk dat de mensen zelf hun ding, waar zij warm voor lopen, dat zij dat ding hier neerzetten. En dat ze zelf de mensen proberen ook mee te laten doen aan hun activiteit.